dat ik kan iedereen huggen, een beetje kussen geven, drie keer. En ja, dat is belang voor me. Ik heb 2 jaar echt moeite gehad daarmee. Dus het is tijd dat het goed komt. Het gaat denk ik de goede kant op. En iedereen moet zich gewoon vaccineren en dan kunnen we denk ik vanzelf verder versoepelen. Als we allemaal een beetje ons verstand gebruiken, moet het kunnen. Ik denk riskant. Ik krijg elke dag mensen voor me in een winkel. Dus ja, ik denk, even kijken wat die Delta-variant gaat doen. Dus ja, verder vind ik knap hoor, dat ze het land proberen in het gareel te houden in deze tijd. Dus ik doe het ze niet na. Het hbo, mbo en universitaire studenten mogen weer helemaal naar school. Niet meer dan 75 in één collegezaal. Is dat noodzaak? Ja, noodzaak. Ik kan me voorstellen dat studenten wel weer gewoon normaal onderwijs willen. Dus ook daarvoor geldt denk ik, als mensen gewoon gevaccineerd zijn en de vaccinatiegraad hoog genoeg is, dan zou het onderwijs wat mij betreft ook weer open mogen. Ook dat kan ik me wel voorstellen dat ze daarvoor gekozen hebben. Ik denk dat het voor die doelgroep wel heel belangrijk is dat die weer fysiek onderwijs hebben. Ik ben al blij dat in de openbaar vervoer geen mondkapjes, want ik heb een lange... En het is echt benauwd daarin. En vooral als het mooi weer is. Mondkapjes weg, 1,5 meter weg op 20 september. Ja, dan moeten we nog maar eventjes afwachten. Hè. Ik hoop dat het zover komt, maar ik denk dat we dat ook wel zelf in de hand hebben. Want? Ja, als we onszelf netjes gedragen, dan gaan die data gehaald worden. Dus gaan we maar vanuit.